Emiel van de Hazelhoeve. Weerwolven. In de herfst waren de dagen kort. Mijn moeder deed al om 3 uur de petroleumlamp in de keuken aan. Dan zaten we allemaal lekker binnen en iedereen deed dan zijn eigen karweitjes. Dat moest wel, want de winter kwam eraan. En die zijn heel wat kouder dan de winters hier. Mijn moeder spon in die tijd nog haar eigen garen. Dan breide ze daar kousen van voor mij en Ida. Afzakkousen noemde ik ze. Maar ze waren wel lekker warm. Mijn vader lapte schoenen. Dat kon hij heel goed. En Alfred stopte zijn eigen sokken. Is ook wel nodig ook? Ik deed een wolf na. Dan wist ik dat Kroza Maya wel op het idee zou komen om griezelverhalen te vertellen. Je bent de jasmoor van een waard. Dan vertelde ze over vroeger, toen er nog veel wolven rondzwierven. En hoe de mannen in het dorp ze dan vingen. Ze groeven een valkuil en legden er lokka's bij. En als die wolf er dan in was gevallen, konden ze hem doodschieten. Men wette wat er was om van verre. Maar het mooiste waren de verhalen over weerwolven. Half mens, half wolf. Kwam alleen naar buiten als de maan scheen. Als ze je te pakken krijgt, vindt ze alleen maar bloed en haren van je terug. Hoektanden langer dan kindervingers en met zijn klauwen sloeg die jonge bomen om. Als ze heeft gepoept, dan zist dit toch uren na in de sneeuw. Mijn moeder moest daar een beetje temperen. Anders werd het verhaal enger en enger. De volgende dag groef ik natuurlijk direct een wolfskuil. Ida begreep het niet helemaal. Maar ze had wel grote bewondering voor me. Het moest een diepe kuil worden. Je kon tenslotte nooit weten hoe hoog een kwaaie wolf springen kon. Hoe ben je dan mee? Vresten zo troe dat Alfred helpen mij. Gelukkig heeft Alfred me geholpen. Er is nu komen sneeuw op de huis, zo trillen waaien raak die. Tjong, zo ligger aan daar. Ja, tjong, zo ligger aan daar. Tjong, zo ligger aan daar. Als je mevrouw Petrel met moeders worst kon lokken, zou dat ook wel voor wolven gelden. De winter viel in. En toen het bijna kerstmis was, begon het te sneeuwen, urenlang. Ons hele huis en alles lag onder de sneeuw. En kerstmis, dat betekende worst. Worst maken, worst koken, worst stoppen, worst braden, worst roken.
En vooral natuurlijk worstpikken. Die winter was zo koud dat mijn vader de mussen ging bijvoederen. Niet te veel natuurlijk, anders verwende je ze maar. Maar er waren er toen meer die honger leden. De armen in het armenhuis. Dat had je vroeger. Een speciaal huis voor de arme mensen. Een miserabel huisje met allerlei kamertjes, volgepropt met arme oude mensen, waar er nauwelijks voor gezorgd werd. Als je erin zat, had je niks te vertellen. Maar die dingen wist ik toen allemaal nog niet. Jaså du, Joke, det vet du. Vad har jag sagt? Har jag inte sagt att du ska hålla dig inne? In het armenhuis bij ons in de buurt zat ook de opa van Alfred. Een gemeen oud mensje was er de baas. Iedereen moest altijd precies doen wat ze zei. Anders pakten ze bijvoorbeeld het eten van je af. En er was toch al zo weinig, dus alle bewoners waren bang voor haar. Begriper du det? Se hon går fram som en rytande slejon bland fårajorden. Kijk, zo zag ze eruit. Elk jaar stuurde mijn moeder me rond kerst een keertje naar haar toe met een mand vol lekkere dingen. Kom in. Nej, men vad i alla tider? Vem är det som kommer här? Är det inte själv Emmy? Mamma ville skicka lite mat till er. Lite julmat. Gud signe henne. Gud signe henne. Jag ser hon har ett gott hjärta. Er zat veel worst in natuurlijk. En ook pruimtebak voor Alfred zijn opa. God jul allesammans. Hälsa och tacka mor så mycket. Ja, det ska jag göra. Maar wat bleek, zodra ik mijn hielen gelicht had, nam zij alles onder haar hoede en moesten ze maar afwachten wat ze kregen. Alles verdween naar zolder. Daar zet ik mijn schoop op in Povin. O, genade den, som stikker nesa dit. En toen werd het kerst. De paarden werden ingespannen en het hele dorp ging naar de kerk. Mijn moeder kon die avond niet veel schrijven in het blauwe schriftje. Ja, het viel ook niet mee om in zo'n bomvolle kerk een leuke streek te verzinnen. Maar we hebben tweede kerstdag nog. Mijn ouders waren voor een deftig diner uitgenodigd. Ergens aan de andere kant van ons dorp. Ida en ik mochten niet mee. En Lina mocht ook niet mee, want die moest op ons passen. Vreselijk vond ze dat. Ze maakte zo'n misbaar dat mijn moeder toen heeft toegegeven. Mocht ze toch mee. Dat is niet de eerste duik die ze in de theepot laat vallen. En mijn maatje Alfred, hij vond het nooit erg om op ons te passen. Nee, du gör inte det, förstår du? Hörde du vad jag sa? Ja!
In het armenhuis kwam de bazin net terug van de zolder toen ze ontdekte dat malle Jokke, Alfreds opa, aan de wandel was gegaan. En dat mocht hij helemaal niet. Want ze was bang dat hij zou gaan klikken over al het eten en de pruimtebak die ze niet hadden gekregen. Ja, i dag kan er nog een heel deel wat horen om dan kan we niet. Wat meen je met dat? Ze stuurde mevrouw Kloss aan, een van de andere bewoonsters, erop uit om te kijken of die misschien naar ons huis was gegaan. Want dat deed hij wel vaker. Oh, minsam. En zij vertelde ons toen, voor het eerst, hoe het allemaal gegaan was met het eten dat ik haar gebracht had. En när hon skulle ta fram det på julafton, så var det en liten ussel korv som fattades. Och då blidde hon alldeles galen. Och hon sa, om inte den bekände som hade tagit korven. Ida en ik kunnen het haast niet geloven. Så Guds änglar gråter så. Ze hadden op eerste kerstdag alleen rotte haring gehad. En de bazin had alle lekkere dingen die mijn moeder gegeven had voor zichzelf gehouden. Alles. Ook dus naar de bak van malle Jokke. Det är bäst att vi går nu, Jocke. Ze waren verdrietig toen ze teruggingen. Ja, maar wat moesten ze anders? Stakkers den som är fattig. Maar toen ze de deur uit waren, kreeg ik ineens een idee. We moesten zelf maar een feest voor de armen houden. Gewoon bij ons thuis. Zonder die bazin natuurlijk. Varenda jong ska komma hit till Kattull på kalas. Och det är tvärt. Inte kommer han då förändring. Nej då, men det är andra. Emil, är du säker på att det här inte är något hus? Ja, som sagt är det det, Emil. Nej då, det är inget hus. Det är ett sånt där poet som Guds änglar klappar i händerna åt. Så det är så. Och mamma skulle nog också tycka om ett. Ja, men pappa då? We gingen meteen op weg. Onderweg alleen nog een plan verzinnen om die bazin weg te lokken, zodat de oudjes mee konden komen. Ze heeft wel een buikpijn gekregen van al die worst. Nej, men se lille Emil. Vad vill du då? Det är väl inte så jag glömde min fällekniv när jag var sist. Nej. Ik ben toen eerst een beetje tegen haar gaan slijmen. Dat ze het zo goed deed en zo. En toen heb ik haar verteld van dat diner waar mijn ouders naartoe waren. En waar er zogenaamd voor elke gast een kwarktaart klaar stond. Of dat niks voor haar was. Ja, då får jag väl gå igen då. Smakte korven bra? Och sylta och allt det andra. Ja, visst. Ja, visst. Hälsa mor att det var så gott. Det var det verkligen. Ja, det ska jag göra när hon kommer hem. Men mamma och pappa är på kalas i Skorpult idag. Kalaset i Skorpulven? Ze trappte er med open ögon in. På kalas nu igen. Jo, men sen. Och sköt en ostkake. Vad säger du? Vad en vratsucht. Och bevar oss. Nej, men tänk så många med ostkake. Och nu ska ni få se att jag sätter åt i skålpull. Ja hoor. Even later kwam ze naar buiten. Ze sluit de deur af. Är så mare. Hon låser dörren. Vi får ta ut dem genom ett fönster. Ja, men det är innan fönstret. Det går inte att öppna ju.
kan vi få ut det? Finns det inga fönster öppna? Där uppe, där uppe. Maar je hebt een sterke vriend of je hebt hem niet. Tapparna är inte för att ge så gott som i festen nu. Ja, det är som du tror det. Ja, tänk så att det går. Ja, mig får ni inte ut på såna här stöllebror. Vill du inte vara med på kalaset? Mina ben orkar inte gå på kalaset. Alleen zij ging niet. Ze had geloof ik hoogtevrees. Ik heb wel van alles voor u meegenomen. Ja, Gud, dat zingen er even deze middag. Ze weten niet wat ze zien. Oh, dat was het beste. Ja, wel alles. Se, daar is ljus och salighet utan gräns. Välkomna allesammans. Nu ska här bli kalas. Ik had alles uit de voorraadkasten van het huis op tafel gezet. En ook nog uit de schuur. Ida had altijd een grenzeloos vertrouwen in de voorraden van mijn moeder. Maar toen begon ze zich toch wel een beetje zorgen te maken. Emil, ben je zeker op dat er niet in het huis? Ik heb haar geloof ik iets uitgelegd over de kerstgedachte of zoiets. In ieder geval maakte ze zich geen zorgen meer. Toen die bazin weer thuis kwam, begreep ze er niks van. Ze had de deur toch afgesloten? Wat wilde hij zeggen? Wat is hier nu? Wat is hier alle mensen? En toen werd ze toch eens bang, zeg. Ze dacht dat de oudjes door de kerstengelen waren opgehaald en al etend aan de hemelse tafel een wraak zaten te bedenken. Moet je ze maar beter behandelen. Wat schrik je nu? Ze vond iemand met hoogtevrees die er misschien wel wat meer van wist. Ligt u daar? Waar zijn alle die anderen? Dat zeg je niet. Dat zeg je nu. Anders kan je voor zien banden. Alles is toen opgegaan. Het was ongelooflijk hoeveel honger ze hadden. Het leek wel of ze sinds vorige kerst niets meer hadden gegeten. Ondertussen ging die bazin polshoogte nemen. Ze durfde natuurlijk niet zo naar binnen te stappen, dus zocht ze een goed plekje om naar binnen te kunnen gluren.
Maar toen zag ze iets anders, wat even belangrijker was. Die worst lag wat zwaar op de maag. Ze zaten allemaal zo vol dat ze nog nauwelijks konden lopen. Dus dan maar met de slee. Sneller en ook veel leuker. Ze waren doodmoe toen ze thuis kwamen en zo voldaan. Ik denk dat ze de klok hebben rondgeslapen. En toen, op de terugweg, hoorden we haar schreeuwen. Ik dacht eerst dat het echt een wolf was. Maar Alfred had direct zo zijn twijfels. Mama. Wat een konstig lete op den vargen. Hör. Een varul. Ik zag haar zo in die kuil zitten en toen kon ik toch niet laten iets te verzinnen om haar een lesje te leren. Dat ze wat aardiger voor die oude mensen zou zijn. Kom hier, kan je voorzien. Ik heb toen tegen de anderen geroepen dat we een weerwolf hadden gevangen. Een hele gierige en dat ze snel het geweer moesten halen. Emil, är du säker på att det är en varulv? Ja, det kan jag tro. En ajgammal varulv. En toen zijn we zogenaamd gaan vergaderen over waar je zo'n beest het beste met de kogel kon raken. In de nek of tussen de schouderbladen. Of dat de weken delen het beste waren. Ge mig min bisse. Emil, du ser väl vem det är. Hörde du Alfred vad varulven sa? Of dat uithongeren misschien veiliger was. Nou, dat hakte erin. Emil. Tycker inte du varulven är lite lik Commandora? Jo, fast Commandora är värre. Ja. Undrar vem det var som tog den där korven och skåpet förresten. Ze kreeg het benauwder en benauwder. Oh, herregud, förlåt mig för detta. Jag tog korven, det gjorde jag. Alfred, ser du inte att det är Commandora och ingen varulv? Jo, kors i krösa Mose, hur kunde vi ta så fel? Alfred, hjälp henne upp. Här. Vi hebben haar er wel uitgeholpen natuurlijk. En ze begreep wel dat ze haar het leven moest beteren. Ik eet nooit meer worst, schreeuwde ze nog toen ze er vandoor ging. We waren het er allemaal over eens. Die had haar lesje wel geleerd.